het idee van de Stones Beatles Battle is ontstaan eigenlijk tijdens een andere show die ik doe, The Best of Britain. En dat had zo'n impact in de zaal. Je zag iedereen zo van, ja, ik ben voor de Stones of ik ben voor de Beatles. Dat moeten we nog meer uit gaan diepen, die verschillen van die twee, de twee grootste bands die er ooit zijn geweest op deze aarde. Pleased to meet you, I hope you guess my name. But what's bothering you is just the nature of my game. De Beatles vind ik muzikaal technisch gezien veel beter dan de Stones. Van een groove raak ik niet opgewonden, zeg maar. Maar van een mooie melodie en prachtige akkoorden, ja, dan heb je me te pakken. Hello everyone, my name is Emanuele Angeletti. I love the show, I love the battle, because I don't like the Rolling Stones, I hate the Rolling Stones. Ja, het is natuurlijk niet alleen een feestje voor het publiek, het is ook vooral een feestje voor mezelf. Want ik wil mijn hele leven lang, wil ik eigenlijk al Mick Jagger zijn. En in deze voorstelling kan het. De Stones, ja, gaat eigenlijk niets boven Brown Sugar. Zalig om te spelen, echt gek. En de Beatles heb ik van Blackbird heb ik een heel mooi gitaararrangement gemaakt. En in dit programma kon Edward op de helft meezingen. Nou, dan krijg ik elke avond kippenvel. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. So you want to be Paul McCartney? Oh wow, you want to be Mick Jagger? Yes, I want, yes. Ooh, come on, huh? I can't get no satisfaction. All right. I can't get. Leg mij nou eens uit, wat is nou jouw fascinatie van de Stones? Laat me dat nou even begrijpen. Die drie noten zijn een wonder. Ja, maar ik sta ook te genieten op het podium van de liedjes van de Beatles. Let's agree to disagree. Is dat iets? Is het goed? Oké, okay, kom je. Can't be Mick Jagger. No, I can't be Paul McCartney. Either way, no, I can't be Paul McCartney.